en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Zo, laat ik maar hapen. Het is vandaag vrijdag en ik moet zo in Landsmeer zijn. Ik heb weer een trainsessie vandaag. En vandaag gaan we de gewichten weer zwaarder doen. Dus ik ben benieuwd. Ook wil ik heel graag leren om op te drukken, want ik kan dat gewoon niet. Dus ik ben benieuwd of ik dat misschien ga kunnen leren. Natuurlijk. Maar daarna ga ik door naar Zuidoost. Want ik heb een... Ik heb een vol zegelboekje gespaard voor de moeder van Cyrano. Want zij doet geen boodschappen bij de appie. En dat doe ik wel. Dus ja, heb ik dus een vol zegelboekje voor haar. En die ga ik dus langsbrengen. Daarna ga ik door naar mijn eigen moeder. Zij had een pan voor mij gehaald. Die ze niet meer hadden bij mijn eigen appie. Dus die ga ik ophalen. En ik had ook een pan voor haar. Want zij had laatst soep voor ons gemaakt. En zij geeft gewoon gelijk die hele soeppan zo mee. Dus die heb ik gewassen. En die moet ik dan terugbrengen. En later ga ik Cyrano ophalen van zijn werk. Wat hij nog niet weet. Because I am a very, very, very sweet fiancé. Dus ja, gaan we dat doen. Dan ga ik boodschappen halen. Echt, dat healthy lifestyle. Je haalt de hele dag boodschappen. Echt de hele dag. Want alles moet vers zijn. En groente blijft maar echt een paar dagjes goed. Dus je moet de hele dag boodschappen halen. Dat is wel echt een nadeel. En het is veel duurder. Want normaal gesproken halen we echt van die doppetjes in blik. Voor zon. Soms heb je echt geen zin. Of haal je van die diepvries spinazie à la crème. Super lekker. Maar dat soort dingetjes mag ik nu niet meer. Nu is het gewoon verse bladspinazie. En verse spitskool. Verse... Alles vers in ieder geval. Dus ik moet weer... Nee, ik heb groenten, maar ik moest iets van vlees of zo halen. Dat kan je wel gewoon invriezen normaal. Maar ik heb volgens mij nog alleen maar schouderkarbonade en braadworst. En dat mag niet. Dus dat ga ik bewaren voor over 2 weken. Want daarna mag ik het wel gewoon weer eten. Dus moet ik eventjes een vleesje gaan zoeken. Dus dat. Ik ga nu snel een ontbijtje fixen. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Ik heb weer een volkoren brintapapje voor mezelf gemaakt. Met daarnaast meloenthee. Nou, ik ben lekker klaar met trainen. En ik had jullie mijn outfit niet eens laten zien. Dus ga ik even doen. Ik ben helemaal kapot. Ik heb weer mijn Nike schoenen aan. Legging van H&M. En een shirt van de Primark. Waarop staat excuses don't burn calories. Want ik ben grappig. Nou, ik kom net van Cyrano, zijn moeder. En ik had even snel deze trui aangetrokken. Want ik heb echt geen zin om weer ziek te worden. But anyways. Ja, ik heb dat dus gebracht. Maar ik ben echt niet slim geweest. Want ik moest een pan voor mijn moeder brengen. Ik zeg het nog in de video. En toch vergeet ik die pan. Ik ga nu naar boven. Want ik begin het koud te krijgen. Ik ben blij dat mijn neus eindelijk weer een beetje... Open begint te gaan. Ja, jullie weten wat ik bedoel. Ik ga naar boven. Mijn gunst kijken hoe kroes mijn haar is. Zit ze weer hoor. Nou, ik ben weer terug mensen. En ik moet gaan douchen. Ik heb zo een honger. Echt niet te beschrijven gewoon. Ik heb echt honger. Ik ga dood. Maar ik ga eerst douchen. En daarna... Ik ben die pan van mijn moeder vergeten. Dus ga ik eerst naar huis. Ik ben al thuis. Mijn gunst, wat gebeurt er met me? Ik ga straks naar mijn... Voordat ik naar Cyrano toe ga, om hem op te halen, ga ik eerst die pan naar mijn moeder toe brengen. Mijn eigen pan ophalen. En dan ga ik door, you know the story. Dus ja, dat. Ik ga douchen. Lekker eten. Even leren editen. Want ik heb 2 vlogs klaarstaan. Die ik nog moet editen. En daarna ga ik naar Cyrano. Nee, naar mijn moeder. Hey. Ik snap mezelf niet meer. Ik zie jullie zo. Nou, ik lijk rood. Nou, ik zit nu op de bank. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb mijn video geëdit. En ik ga hem nu zelfs uploaden.
En het is 4:30, dus ik heb nog een half uurtje. Ik denk dat ik niet meer ga leren, maar dat ik dat... Ja, ik zeg wel vanavond, maar ik weet gewoon dat ik dat morgenochtend ga doen. Want in de avond, ik weet niet, heb ik gewoon echt geen kracht meer om te leren. Tenzij het examen echt morgen zal zijn, dan zou ik wel in de avond kunnen leren. Maar het zit nog best wel ver, dus ga ik denk ik gewoon morgen verder leren. Dus... wat ga ik nu doen? Ik moet niet... Ik ga de pan van mijn moeder bij de deur zetten, zodat ik die niet vergeet. Ik denk dat ik toch eerst Cyrano ga ophalen en dan naar mijn moeder ga. Want anders had ik nu al de deur uit moeten gaan. Ik ben nog een beetje lui, man. Echt niet oké. Maar... Ik weet trouwens niet of ik het net verteld heb. Volgens mij niet. Ik heb me dus weer laten opmeten. En ik ben weer wat zwaarder Ik ben weer wat zwaarder geworden en ik ben dus met 1 kilo aangekomen. Mijn vetpercentage is met 1 kilo minder geworden, maar mijn spieren zijn met 1 kilo zwaarder geworden. En spieren wegen zwaarder dan vet, dus dat is wel echt heel erg goed. Dus nu weeg ik dus weer 55 kilo. En heb ik nog, ja, ik heb nog wel wat vet te verbranden. Maar het gaat echt de goede kant op. Ik ben zo mega trots op mezelf. Serieus, ik ben echt op de goede weg. En ik ben sowieso summer ready, mensen. Even serieus. Alleen die onderkin. Fokt dit hele ding gewoon op. Maar ja, maakt niet uit. Deze kaaklijn moet echt weer strak worden. Picture time. Maar ja. Ik kan echt niet wachten op mijn gezicht. Mijn gezicht wordt trouwens al wat smaller hoor. Kijk, nu zit ik gewoon helemaal ingezakt. Maar als ik gewoon rechtop zit, is het gewoon prima. Nee, ik ga hier echt even foto's maken. Because I like this one. I like this. Nou, ik heb even snel iets aangedaan. Oeh, goed dat ik dit boekje nu zie, want dit boekje moet mee. Nou ja, anyways, ik heb mijn witte filling pieces aan. Met deze broek van de H&M. Truikel van de Primark. Dit mooie kettingje die ik vanaf de dag dat ik hem gekocht heb om heb. Oh. Maar ja, trouwens, dit is echt mijn liedje. Oh my god, die vrouw zit zo lekker haar patat te eten. I can't. I really can't. Hoe zit die nu net? Yo. Ik kan niet. What's up, what's up, what's up? Een vrouw zit zo lekker op patat te eten. Mm-hmm. Waar? Friet met. Mayo, ze zit echt zo. Maak een friet met. How was your day, boo? Flexiedagje, man. Ik heb een veel werk kunnen afkrijgen. Veel kunnen doen. Rustig, weinig stress. Ja, toch? Goed gegeten. Ja, man. Nou, je idee. Het lekkere afsluiten van de week, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Halve naar Muiden, snel. Wat doen? Halve naar Nike Outlet. Nike Outlet? Ja, oh, maar daar hebben ze ook een appie, toch? Oh ja, klopt. We gaan naar de Nike Outlet. Wat heb je daar eigenlijk te zoeken? Broek. Kijk eens een broek. Dan zal ik ook iets uit gaan kiezen dan. Deze toch? Ja. Deze. De laatste. Nee, niet meer. Nu is er geen zin meer. Moet het pakken. Wat doen we rijden? Ik heb meiden nodig, geen meiden verder. Nee. Wil je het hier aan hangen, mensen? Aan dit ding hier. Jij ja, bent zo grappig. Anyways, dus vandaag heb ik voor het eerst mijn middelvinger geweest naar iemand. Ik was zo boos. In het verkeer bedoel je? Ik was zo boos. In het verkeer toch? In het verkeer, weet je toch? Wanneer je zeg maar bij Kiss & Ride komt. Was het net?
Ja! Kijk. Je zegt, wacht even, maar wie moet wachten eigenlijk? Schijnt de zon. Oh nee, dat is schijnt de zon, zegt ze. Oh. In ieder geval. Het is gewoon licht van achteren. Je zegt, schijnt de zon. Je weet toch wanneer je zeg maar die weg hebt, wanneer jij van je werk komt, dan mensen kunnen ervoor kiezen om opzij te gaan zodat jij er gewoon langs kan. Of die mensen blijven gewoon, maar het is geen verplichting, weet je. Ik hoef jou geen voorrang te verlenen. Oh, ja, ja, ja. Die vrouw wordt gewoon serieus boos op mij, omdat ik aan mijn kant van de weg blijf. Je moet gewoon letterlijk 5 seconden wachten en dan kan je doorrijden. Ze doet gewoon zo. Kijk man. Ik was zo boos. Oh my god, ik ben nu in de Albert Heijn en kijk, zo schattig. Dit wil ik echt kopen, maar ik ga het niet doen. Peace. Deze appie is zo groot, I can't. Echt niet normaal groot. Ik heb het gevonden. Huh? Ik heb het gevonden. Waar? Oh, het is best als een speelhokje. Cool. Oh, hier. Cyrano heeft een ding dat wanneer hij vrouwen ziet, dat hij interessant. Waarom is dat? Je hebt toch ook waarom een vrouw? Kan je nooit jezelf zijn? Als ik jou al zie, oh, ik tegen mij doe je ook altijd interessant. Ik weet niet zo. Jij voelt je maar gewoon... Maar wanneer je vrouwen ziet en toevallig wanneer ze mooi zijn... Jij voelt wel zijn, concurrentie. Doe het. Hè? Hell nah. Je denkt van, hey, daar is een dame. Ik moet even stoer doen. Nee, maar je moet ermee ophouden. Vertel even wat is gebeurd net dan. Je moet ermee ophouden. Girl, ba. Je moet er echt mee ophouden. Girl, ba. Kijk, zie je? Nou, wij hebben onze pannen hoor. Yay! Got it. En die gaan we weer terug naar de Dirk van den Broek, want ik had iets gezien en dat wil ik hebben. Yup, yup. En ik heb niks gevonden bij Nike. Sorry? En ik heb niks gevonden bij Nike. Dus we zijn eigenlijk zomaar hier. Nee, maar dat was de pannen gehad. Nee, maar die hadden we ook gewoon bij Almere en, kunnen hebben. Een cent tussenuit. Ja, uitje. Is het goed of wel? Jij gaat rijden. Zo. Hebben we dat ook weer gehad, hè, Moep? Zeker weten. Eindelijk eten. Eindelijk koken bedoel je? Zo, het is 8:30 en wij moeten nog koken. 9:00 is het ready. 8:15. 8:15. Het is een overgerecht, dus we gaan nog wel even chillen. 3:15. Oké, 11:10. Cyrano, heb je gepufft? Nee, maar je bent gewoon vies tussen mijn kleren, jongen. Kleren? Ben je nooit stom? Waarom zoek je altijd ruzie met me? Jij zoekt ruzie met mij, omdat je weer asociaal bent. Ben ik asociaal? Ik kun 15 kilometer van jou vandaan. Je bent gewoon een varken. Waarom kan je niet gewoon naar de wc gaan? Want jij puft gewoon naast mij. Is niet waar. Dan doe je nu stoer alsof je een elite dame bent. Alsjeblieft hoor. Wauw, jij hebt zo geen respect voor het leven. Ik heb geen respect voor het leven. Nee, ik ben Eva. Ik ben gescheiden. Jij moet stoer, maar meer dan je schelen. Is dit serieus je freestyle? Ja, dat is wel mooi, maar het kan me niet eens schelen. Ik kan helemaal niet delen. Zou je het niet snel delen? Nee, kan me niet schelen. Heb ik je meer aan de weten? Heb ik je meer aan je weten? Heb ik je meer aan je weten? Anyways, ik ga nu snel cirkelschoten maken. Nooit doe je dit. Zicht. In ieder geval, ik ga die super groter maken. Oh, ik heb honger. Ik ga dood. Dus ik ga eventjes cheaten. Ik ga cheaten, mensen. Ze gaat het doen. Ze gaat het doen! Oh my god, zie je? Ga je cheaten? Nee hoor. Nee. Ga niet gebeuren hoor. Hey. Niet meer dit gaan we doen. Dit ga ik echt eten. Dat ding is oud. Dit is helemaal niet oud. Boy ba, nobody can talk for you today. Boy ba. Oké, de cirkel is nu op het vuur. Maar ik wil jullie dan nog wat laten zien.
Ik heb 4 van zulke bekers gehaald. Waren maar €1 bij de Dirk van den Broek. En dit zijn dus van die yoghurt takeaway bekers. Er zit een lepeltje bij. Kan je hieronder yoghurt doen en hierboven kan je krusli, fruit enzovoort zetten. Ik vond dit zo handig. Ik zag het op de site. En heb ik het gekocht. En ja, dus nu heb ik hier dus 4 van. Sirana zei dat we maar 2 nodig hadden, maar ik heb er 4 meegenomen, want ik ken mezelf. Als het bijvoorbeeld in de vaat zit, dan ga ik gewoon lui zijn en dan wil ik het niet. Maar als er nog een beker is, dan kan ik gewoon nog eentje pakken. Dus als het aan mij lag, had ik eigenlijk 10, maar ja, 4 is wel genoeg, denk ik. Ja. Hallo. Ja? Ja, dingen meegenomen. Sorry? Telefoon meegenomen. Ja. In mijn zak. Maar ja. We gaan nu mijn vlog kijken. Vlog 35 gaan we nu kijken. TV. Zo, ik moest boeren, maar het kwam niet. Ja. En daarna hoop ik dat de cirkel klaar is. En dan kan ik door met de gehakt. En zet het in de oven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik laat jullie wel het eindresultaat zien. Nou, mijn... mijn cirkelschotel is klaar. Ik ben benieuwd hoe die smaakt. Je ziet je gewoon echt niet. Moop, wat vond je van het eten? Ja, zeer zeker. Kijk, het eten was goed, maar onze verwachting was te hoog, waardoor het een beetje heeft... een beetje heeft tegengevallen. Je bent echt lief. Zeg maar gewoon dat het vies was. Het was vies. Kapot vies. Nee, het was niet vies. Jawel, het was niet lekker. Ik heb een... Maar ik waardeer het echt dat je voor de kijkers wilt laten zien. Laten zien dat... Mijn bord is helemaal leeg. Dus ja, maar je hebt gewoon zout en mayonaise erbij moeten doen. Hè? Nee, dat is gewoon echt niet de bedoeling. Kijk, het enige wat het eten... Kun je normaal praten? Oké, sorry. Wat het eten zeg maar een beetje... In de camera kijken. Wat mist aan het eten... Ja. Is een beetje saus. Omdat we die tomatenblokjes niet hebben gezet... Mis je iets. Dus dan met een klein beetje mayonaise... Kan je het weer recht trekken. Snap je? Ja. Maar het was niet vies. Je moet niet zeggen dat het vies was. Als het niet vies was, had je je bord niet opgegeten. Ik heb mijn bord ook niet opgegeten. Ik heb je bord het leeg gegeten. Ja. Maar je hebt je bord een stukje gebeten, toch? Niet misselijk. Maar je vond het vies? Ik vond het niet lekker, dus ik heb expres een klein stukje gegeten zodat ik mijn Daniel op kan eten. Ik word moe van UPC, echt. De hele dag. ik kan echt niet meer met dit ding. Anyways, mensen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Voor de mensen die deze video leuk vonden, vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten en je te abonneren. Op mijn kanaal. En dat ding is misselijk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei. Got it. Auw. Got it. Sorry.